Waar ik nog elke dag dankbaar voor ben, is Chantal de Wert. Chantal de Wert heeft mij geleerd dat ons systeem bestaat uit 3 poppetjes. En ik moest toen tijdens een opstelling 3 poppetjes opzetten. 1 voor de volwassen persoon, 1 voor je ego en 1 voor je pure kind. Nou, je ego werkt voor je, wil je soms waarschuwen, maar werkt heel vaak niet voor je. Je pure kind, dat is je kleine meisje of je kleine ik. Dat is waar jouw wensen, verlangens zitten. Ik zette letterlijk het ego voor mijn kleine meisje. Ik luisterde niet naar mijn kleine meisje. Alleen die opstelling al, als je weet dat er dus 2 stemmen in je hoofd zijn. Die 1 die heel schreeuwerig is en 1 die heel zacht praat. Iets wat je heel graag zou willen, maar die je bijna niet hoort. En als wij druk zijn, als we niet even een ademhalingsoefening doen, dan komen we niet bij ons gevoel. En dan kunnen we die stem niet eens horen. Ik hoorde mijn intuïtieve stem gewoon bijna niet. En op het moment dat ik nu met iets zit in mijn hoofd, dan denk ik, wie praat er nu tegen mij? Mijn ego of mijn pure kind, mijn kleine meisje? En dan weet ik al heel snel dat ego weg te wuiven. En dan zeg ik, dankjewel dat je er bent, dat je mij wil waarschuwen, maar ik heb je nu niet nodig. Of ik bedenk dus een positieve affirmatie. Wat jullie vandaag ook al hebben geschreven, wat is het tegenovergestelde van die negatieve gedachten? Ik kan het wel. Ik heb het wel in me. Dat?